Uiteindelijk werd voor een andere glijlak gekozen. Deze lak bestaat uit een laag hars met molybdenisulfide, waarop een dunne laag polytetrafluorethyleen, PTFE, gespoten is. En daarnaast is het natuurlijk heel makkelijk voor onderhoud. Je sluit de deur, je pompt hem leeg en je kan de hele keren wand kan je controleren. 100 keren de wand langzaam omhoog draaien. En het opdrijven komt gewoon door zijn eigen opdrijververmogen, omdat het gevuld is met lucht. En als die helemaal opgedreven is, dan trekken we het parkeerblok open. En dan wordt de keren de wand door het locomobiel naar beneden van de nieuwe wagen. En dit proces zal ongeveer een half uur duren. En als die keren de wand op zijn plaats is, dan stopt het locomobiel. En dan laten we die 100 keer op de wand laten we langzaam vollopen met water, waardoor die onder zijn eigen gewicht naar de bodem zinkt en netjes op die betonnen drempel terecht komt. Op het moment dat wij onderhoud willen gaan uitvoeren, gaan we hier een planning in maken en dit systeem zal het vrijgeven. Op het moment dat het systeem het niet vrijgeeft, kunnen we eigenlijk niets doen. We kunnen geen pompen testen, we kunnen geen dokbed testen doen. Dus het systeem bepaalt eigenlijk wat wij mogen. Op het moment dat de waterstand het hoog zijn, zegt hij tegen ons, ja sorry, jullie mogen niks vandaag. Dat is eigenlijk het doel. Plekloos heeft gewerkt en waar 42 uur niks te doen. Maar je moet er wel aanwezig zijn. Op het moment dat er wat gebeurt. -1,90 tot het waterstand te komen in de rivier zijn. Dit is zo zakelijk te doen om uiteindelijk de dokdeur te kunnen openen. Op het moment dat we de situatie die we nu hebben met een droog dok, de dokdeur gaan opentrekken door de waterkolom, klapt die dokdeur onder de keer de wand. Supervisors, metrische engineers kunnen nog werktuigen beïnvloeden, insturen. Maar dat is eigenlijk iets wat je niet moet willen. Maar die dingen kun je dus eigenlijk dan ook de remote zetten? Ja, wij kunnen zeker de wat ervaardere mensen die kunnen direct op een pomp een insturing zetten. Dat je helemaal geen procesbewaking meer hebt. En dat zijn eigenlijk ook de escalatieniveaus om te zorgen dat eigenlijk het bos niet faalt. En dat is ook een van de verschillen. Het systeem staat hier, maar we hebben wel de mogelijkheden om erin te kijken. En dat zijn eigenlijk de twee grote verschillen tussen Noord en Zuid. We hebben hier het bos staan. Ik denk dat we wat moeten doen. En we gaan de processen doen. En we zitten meestal, zeker als er geen storingen zijn, is het te durven welke zijde het eerste klaar is met zijn proces.
om toch, ja, met jezelf aan het aardigen. We hebben een soort arbeidscontract met de aannemer. Als wij zeggen van de pomp is kapot, moet in staat zijn om zo in de tijd uit te bouwen. En op andere plekken hebben we wat extra staan. Waarom, ja. Het is geen konijl, hè? Het is geen marketing, hè? Nee, het is geen konijl. Hoe noem je dat, meneer? Dat is net als bij u, zeg maar, de zekering. Oké. Okay. Oh, dat wil ik niet ruilen. Nee. Gaan we niet hoofdverzijden, gaan we niet. Op een lange afstand, want alle kabels hier vandaan, vier bols hier, voor 800 huishoudens. En we hebben voor 1600 huishoudens een capaciteit nodig. Hier daar één van kapot gaat, van de zekering toe. En één is beter te controleren en te onderhouden. Dat doen we ook. Nou, dat doen we er ook. Dat is heel gek. Dat heet belast testen. Leveren we aan. Ja. Noemt men tracing kabels. En inderdaad, op het moment dat er een oproep plaats gaat vinden, en dat de crew opgeroepen wordt bij een verwachte waterstand van 2,60 meter, wordt ook tegen. En waarom? Op het moment dat je de spanning uitgaat, moet dat ding op vol vermogen gaan draaien. Net als met je auto, het gaspedaal gaat helemaal tot de bodem in. En dan zelfs nog dieper. Hoeveel bagage hier onder is? Dan moet het ding toch meteen daarbij komen? Ja. Want dat kan je niet voorverwarmen. Ja, dat kan je niet voorverwarmen. Kan wel. Maar liever niet. Nee, wat we doen is een voorverwarmen, dan doe je er langer van. Want als die heel koud is hier zo, dan zou je. Een oude wet zoals het al 100 jaar geleden ging. Nee, het is vier kleppen per cilinder, turbo. Het is gewoon echt het modernste van het modernste. 16 kleppen, 16 cilinder. Is dat spreekt onbeperkt houdbaar? Dat dieselolie is onbeperkt houdbaar. Ja. Want het gebruikt ook voor de verwarming. Daarom zit daar zo'n groot filter achter. Dat is een of zo. Ja, normaal gesproken kan ik dit altijd 5 minuten rekken altijd.